Avondklok. Dag 4. Sinds 1611 luidt er in Zutphen een zogenaamde poortersklok. En die was bedoeld voor mensen die zich buiten bevonden, om die te laten weten dat ze maar zo snel mogelijk naar binnen moesten gaan, want de poort zou sluiten. Een kwartier na het luiden waren de poortwachters nog bezig om nog 3 keer te roepen, zodat men op tijd binnen kon zijn. Tegenwoordig luidt die poortersklok ook nog. Die poortersklok die is bedoeld om van 10 voor 10 tot 10 uur nog even aan te geven dat de dag voorbij is, dat de stad dicht gaat. En hij luidt ook om 6 uur 's avonds. 1 minuut. In 1948 was het namelijk zo dat die poortersklok weer in ere hersteld is. Hij was in 1940 door de Duitsers van de toren gehaald, van het broederenklooster, en omgesmolten voor de oorlogsindustrie. Dat lieten de Zutphenaren, of Zutphenezen, eigenlijk niet op zich zitten. En ze vonden dat die klok weer in ere hersteld moest worden. Sinds 1950 luidt hij automatisch. En dan van 6 tot 1 over 6. Dat wil zeggen dat ze dan de oorlogsjaren herdenken. En bij speciale gelegenheden wordt die ook nog eens ingezet. En eigenlijk is dit wel een speciale gelegenheid. Avondklok, dat hebben wij in de moderne tijd eigenlijk nog niet zo vaak meegemaakt. En je ziet wat het gevolg is. Rellen, waar we niet op zitten te wachten. Je kunt gewoon binnen blijven. Laten we nog even rustig luisteren naar die mooie poortersklok van het broederenklooster.